Champion City. Panama. Goedenavond, welkom bij Even Geen Politiek. Het is bijna kerst, dus we zijn in de kerstsfeer. En ik heb natuurlijk weer hele leuke gasten bij me staan. En ik heb staan Malika, zij is sieradenontwerpster en tattoo, hij is rapper. En met hun ga ik vandaag een gesprek houden en het spel spelen. Even Geen Politiek. Ik ben Malika Tam, ik ben 25 jaar, ik ben moeder van 2 kinderen. In het dagelijks leven ben ik kapster en ik ben ook sieradenontwerpster. Ik ben Tattoo Jeffrey, ik ben rapper, artiest zou ik eerder zeggen, producer, vader. Ik doe van alles en nog wat, alles dat geld oplevert. Alle legale dingen, laat me het zo zeggen. En voornamelijk muziek hoor. Dat is je ding? Ja, zo. Kennen jullie elkaar toevallig? Nee. Nu wel. Nu wel. Wat zou je willen weten over Malika? Nou, ik wil er sieraden graag van dichterbij bekijken. Oké. Nou, dat komt dan wel goed. En wat wil jij weten over een tattoo? Wat voor muziek maak je? Ik hou van hip-hop muziek. Maar ik hou van alle muziek. Dus ik luister naar diverse muziek. Ervan geen politiek. Stel dat jullie in een osso zijn. En er breekt brand uit. En je kan maar één iemand redden. Wie red je? Je moeder of je vriend? Of jij, je moeder of je vriendin? Vriendin, oké, mijn vrouw, ik ben getrouwd. Je vrouw of je moeder? Moeilijk. Tof. Maar ja, met een keus. Ik denk mijn moeder hoor. Als je thuis komt straks, gaat je vrouw tegen is. Nee, wacht, laat maar even. Het is moeilijk, het is echt moeilijk. Ik zou beide willen redden, maar dat kan niet. Nee. Ja, ik ben langer met mijn moeder geweest dan met mijn vrouw. Maar de band verschilt. Dus wie zou je redden? Ik heb een eeuwige band met mijn moeder. Dus? I love you. Maar mijn moeder, boy. Echt. Mijn moeder. Ja? Ja. Ja. Malika? Ik ook. Mijn moeder. Dus je vriend mocht omkomen in de brand? Branden, ja. Misschien overleefde hij het op mysterieuze wijze. Ik hoop dat hij het overleeft. Ervan geen politiek. Oké. Hey, zijn jullie gierig? Ben je gierig? Voor bepaalde dingen, niet voor alles. Waar ben je gierig voor? Verdenken. Ik ben in ieder geval gierig voor kennis. Maar voor de rest ben je niet gierig in egridigisma? Nee. Afhankelijk hoor van de situatie misschien, maar algemeen niet. Dus iemand kan je laatste 10 SRD bij je komen lenen? Ja. Ja? Wel, ja. Vanaf wie de persoon is natuurlijk, maar ja, best wel, ja. Malika, jij ook? Nee. Je kan niet mijn laatste 10 SRD komen lenen, dat kan gewoon niet. Nee. Vragen mag altijd, maar je moet nee kunnen verwachten. Dat is eerlijk. Maar je hebt ook van die mensen die geld bij je lenen en ruzie met je maken, zodat ze het geld... Ja. Terug om het te betalen, ja. Snap je? Die heb je dus ook. Ik leen liever geen geld, ik geef het liever. En als ik het niet heb, dan heb ik het niet, sorry. Na de show... Wat takkie. Geen politiek.
Vroeger zeiden we vaak, mij alleen. Wanneer zeiden we dat? Was dat geen spelletje of zo? Nee, het had te maken met greedy. Als je eten had, of als je iets had, dan zei je meteen mij alleen. Oh, ik ken het anders. Ik ken het als wamang. Wamang? Wamang, op school, ja, wamang. Dus als je iets koopt, bijvoorbeeld een broodje, dan zeg je wamang. Ik wil dat zeggen dat niemand je hoeft te vragen, want je gaat het alleen eten. Oké, dus mij alleen trouw, wamang. Ja. Geen politiek. Vind je vrouwen soms lastig? Vaak. Vaker. Vaker lastig? Ja. Geef een voorbeeld. Simpel voorbeeld. Zij verwachten vaak dat jij hun moet begrijpen en je begrijpt ze dat. Dus natuurlijk niet. Maar zij doet geen moeite om jou te begrijpen. Malika. Ik vind vrouwen sowieso lastiger dan mannen. Oh, je bent dezelfde mening toch? Ja. Jawel, ja? Dat is echt waar. Er is nog hoop. Ik ben heel lastig. Ik ben heel lastig? Ja. Ik ben gewoon heel lastig. Ik wil mijn zin gewoon krijgen, meestal. En ik wil dat je naar me luistert en al dat soort dingen. Ja, ik praat heel veel. Ik hou van het kind. Ja, is gewoon heel lastig, maar dat is wie ik ben. Je luistert ook wel af en toe? Ik luister graag, maar mijn vriend praat nooit. Dus ik hoef niet echt te luisteren. Ik praat gewoon de hele dag. Ja. It's your way or the highway? Meestal wel, ja. Zou je kunnen met haar als vriendin of vrouw? Nou, tenminste is ze duidelijk. En eerlijk. Eerlijk, dus dat, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. In plaats van, want ik heb naar haar geluisterd en we willen dezelfde dingen. De doorsnee man wil dat ook. Maar vaak genoeg komt het over alsof, als je niet kan schikken in dit en dat hoeft het niet. Maar wij willen dat ook. Alleen moeten we even praten. Maar het praten gaat vaak genoeg moeilijk. Er van geen politiek. Zitten er mensen in je WhatsApp-lijst waarvan je spijt hebt dat je ze erin hebt geplaatst? Ja. 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 Want je krijgt ze er nooit meer uit. Jawel. Maar hoe merken mensen dat je ze eigenlijk niet meer in die lijst wil? Ik ben niet echt het type die gaat appen en gewoon hoi, hoe gaat het, ja. Wat doe je? Ik heb daar geen tijd voor. En als zo iemand in mijn lijst is, of ik negeer je, of als ik je mag, dan negeer ik je. Maar als ik, ja, ik blokkeer je gewoon. Je mag mijn foto's zien. Ja, vind ik niet erg. Ja. Voeg je mensen makkelijk toe in je app? Nee. Maar mijn nummer die staat overal, dus mensen voegen mij wel toe. Oké. Tattoo? Staan er mensen in je WhatsApp-lijst waarvan je denkt, Eén. In iemand, no? Ja, maar ik praat met iedereen hoor. Ik heb niet echt moeite met mensen. Eerder omgekeerd. Ik vind niet dat ik vijanden heb of mensen die ik niet mag of zo, maar. Ja, kijk, hetgeen waarmee ik bezig ben, laat geen ruimte voor je bezighouden met wat doet deze of wat doet die. Het is eerder omgekeerd. Er van geen politiek. Elke keer als ik naar Nederland ga, neem ik pitjes mee van alles wat ik eet. Dan bewaar ik die pitjes, dan neem ik ze mee naar Suriname en dan hoop ik dat het hier gaat groeien. Het lukt niet. En ik vroeg me af waarom niet, omdat ik vind van in plaats van dat wij hier, weet je, Suriname is vruchtbaar, dat weten we allemaal, maar waarom groeien die dingen hier niet? Nou, ik ben dus gaan vragen aan een fruitkweker of teler. Ik denk niet dat de douane blij zal zijn als ik nu laat weten dat ik elke keer pitjes meeneem, want ik heb begrepen dat ze strenger gaan zijn. Maar ik ben geweest bij Peter Vlaar. Hij is een fruitkweker en hij gaat ons vertellen hoe het zit met de aardbeien, kersen, pruimen en van alles en waarom het misschien niet kan groeien in Suriname. Ik ben Peter Vlaar, ik ben aardbeienkweker, kersenkweker en pruimenkweker staan hier op dit bedrijf. En we hebben nog een ander bedrijf en daar staan peren en appels. We zijn een jaar of 7 terug met de aardbeien begonnen, omdat je ook een kleine oppervlakte nodig hebt. En dit was ideaal om hier aardbeien in te zetten. Aardbeien die plant je na de winter, dat is ongeveer maart, april, gaan we ze in een tunnelkas opkweken, de plantjes. En later dan gaan ze die op de tafel. We zetten ze niet meer in de grond, want als je ze op de grond zet, heb je dus veel meer insecten en dat de aardbeienkwaliteit minder is. En dan moet je ook elke keer op je knieën aardbeien plukken en dat vinden wij geen mooi werk. Dit is gewoon fantastisch werk. Elk uur krijgen de planten gewoon water met kunstmest, met voeding erin.
Als je dat niet doet, dan verdroogt alles en dan is het ook einde verhaal vanzelf. Wat zijn de frustraties in dit vak? Ja, je hebt al een bepaalde insecten heb je mee te maken. Dat is wel eens lastig. Het ook tegen de vruchtrot. En dat valt erg mee omdat je dus op tafel zit kweken. Dat je heel weinig rotte aardbeien hebt. Aardbeien noem ik het. Nou heb ik begrepen dat er verschillende rassen zijn van aardbeien. Ja. We hebben nu dit jaar een nieuwe ras geprobeerd. Die staat op die kant. Maar we moeten nog kijken hoe het gaat. Maar de eerste indruk is nog niet zo erg goed. En je hebt dus ook rassen die je dus in één keer leeg oogst. En dan ben je klaar. Dit zijn eigenlijk doordragers. Die gaan dus het hele jaar door. Dan gaan we elke keer de rijpe aardbeien van afplukken. En dan komen er weer nieuwe bloemen. En dan komen er weer nieuwe aardbeien. Kunnen wij ook aardbeien in Suriname, ja, hoe noem je dat, planten, telen, kweken? Kweken. Ik denk het wel, maar dan moet je echt met andere soorten. Een andere soort dan wij in Nederland hebben. Deze doordragers, dat gaat niet lukken. Want in Suriname is de temperatuur te warm, denk ik. Ja. Daar is het te warm. Wanneer weet je dat het tijd is om te plukken? Als ze rood zijn. We willen gewoon als ze helemaal rondom rood zijn. Soms hebben ze wel eens een beetje wit kantje. Ah, nee, die. Nee, dat is echt. Dit zijn er. Hier zitten dus 2, 4, 6, 7 doosjes met super kwaliteit. En dan doen we 1 doosje. Die is dan al de kleur, die is blank. En daar doen wij de tweede soorten. Die beschadigd zijn, kleintjes. En dat is wel lekker bij plukken ook. Anders zit je elke keer met je tweede soort, dan moet je ermee. U heeft het ook gehad over kersen, dat is een van mijn favoriete fruitsoorten, dus daar gaan we straks ook heen. En ik denk niet dat ik hier zou moeten werken, want anders had ik geen kersen meer te koop kunnen. Want ik vreet ze allemaal op. We gaan straks kijken. Wauw, echt heerlijke kersen. Ja. Hier staan ongeveer 8-9 soorten kersen. Dit is het soort wat we nu plukken, dit is het vroegste soort. Qua smaak is hij een beetje minder, later komen er echt toprassen. Kersttijd is ongeveer, nu beginnen we met plukken, dan zal het ongeveer 6 weken, 7 weken plukken en verkopen. Maar het belangrijkste is voor de kers dat hij dus niet nat regent. Als hij nat regent en hij is bijna rijp, dan gaat hij barsten en dan heb je dus geen kers weggooien. Ja, dat willen we niet hebben. Nee. Kers is belangrijk dat hij gewoon niet rood is, maar pikzwart. Want dan zijn ze, dan is hij op smaak. Welkom uit buitenland kersen. Die oranje zijn en die klein zijn, nou, daar zit helemaal geen smaak aan en dan... Hebben kersen vitamine? Zijn kersen gezond? Ik denk het wel. Precies weet ik er niet van. Sorry. Ze zijn in ieder geval lekker. En u maakt geen kersenproducten, kersenjam, kersenwijn, kersen... Wat doet u dat? Collega, die weet ik wel, die maken wel veel kersenwijn. Vooral kersen die ze dus niet kunnen verkopen. Dat wordt wel gedaan. Maar nee, daar beginnen wij niet aan. Wel soms een beetje kersenjam. Hoe laat gaat het? Heb je zoiets van, nou, ik ben klaar, ik heb alles gedaan wat ik gedaan moest hebben? Kijk, ik ben nooit klaar met werken. En dat vind ik dus ook mijn hobby. Dat is het mooiste, hè? Als je beroep je hobby is, ja. Dat is het mooiste. Kijk, s'avonds moet je altijd nog weer even nalopen, kleine dingetjes doen. Dus met die aardbeien ook zo, even de planten controleren van nog wat. Droge plant tussen staat, misschien. Er kan altijd wel wat gebeuren, insecten controleren. Wanneer praat u over een geslaagde oogst? De prijs als alles goed verkocht wordt. Wij zitten met erg veel plezier in dit werk. Vooral mijn vrouw, mijn dochters. Ze vinden het allemaal erg leuk, ook met de verkoop aan de weg. Moet u misschien straks even naar kijken.
Dan gaan we nu met het spel beginnen. Met deze twee gasten van mij. Malika en Tatu. Erbal, geen politiek. Ik geef een clue. Aan de ene kant zit ik me af te vragen. Moeten jullie het met elkaar spelen? Of moet ik jullie die vragen stellen? Maar ik denk dat we eerst gaan met elkaar gaan spelen. Ja? Ik geef jullie een clue. Ben je vandaag gedoucht? Dan stel je aan hem de vraag. Is hij gedoucht? Hoe vaak? En dan ga je door. Hij mag geen ja of geen nee zeggen. Ja? Oké, Malika begint. Ben je vandaag gedoucht? Ik ben helemaal gebaat. Van kop tot teen. En warm, koud water? Pardon? Warm of koud water? Ik heb geen warm water. Ook niet. Normaal water. Normaal kraanwater. Wat doe je in het dagelijks leven? De dag tenminste een paar minuten in de studio. En voor een grote deel achter de naaimachine, een beetje met mijn dochter. Wat maak je allemaal? Verschillende dingen. Ik design mijn eigen mamio, beddensets, beddengoed. Ik heb er een shirt van aan. Dit is gewoon een promo van mijn album. Echt verschillende dingen. Alles wat in me opkomt, gewoon zelf creëren. En heb je les gevolgd voor... Ik heb nooit les gevolgd. Ik heb wel vaak afgekeken, want mijn moeder zat vaak achter de naaimachine. En gewoon YouTube. Deze tijd. Hoe vaak douche je? Ik douche zodra ik er behoefte aan heb. Vaak genoeg in de middag wanneer het heel erg warm is. Dan eerdraai ik. Ik ga douchen, dan eerdraai ik en dan ga ik gewoon lopen. Is het belangrijk om te douchen? Toch wel. Ik laat mijn lichaam wel even afkoelen. Want... Dat stink je soms? In mijn geval niet. Maar ik stink niet makkelijk. Tenzij ik... Of niemand heeft je nog gezegd dat je stinkt? Ik waak ervoor. Ik ben een chinsma toch, dus... Ik denk niet dat ik ooit een stinky tussen mensen ben gegaan. Heb je soms iemand geroken die stinkt? Vaak genoeg. In de bus of zo. Zeg je dan iets tegen ze? Ik laat de persoon in ieder geval merken van... Don't touch me, hier, ik niet vrij. En je moet het doorhebben, want als je in openbaar vervoer zit of gebruikt... Moet je ervoor zorgen dat je tenminste... redelijk ruikt. Wat voor kleur haar heb jij? Ik denk donkerbruin. Dus je hebt donkerbruin haar? Zwart. Misschien zwart zelfs. Dus je hebt misschien zwart haar? Niemand heeft zwart haar. Donkerbruin denk ik eerder, ja. Nou, donkerbruin. Hij zei ja. Ja. Gotcha. We houden van lief. Ik ga met Malika verder. Poets jij je tanden? Ja. Oh. Nog een keer, nee. Deze zet ik echt wel uit. Nee, dat kan je echt niet maken. Dat kan je echt niet maken. Okay. Nog een keer. Heb je wel eens gevochten? Ik heb heel vaak gevochten. Heel vaak? Je bent een vechtersbaas dus. Nu? Niet meer, nee. Niet meer, nee. Ik ben echt niet goed in dit soort dingen. Geen politiek. Wie was Susanna Duplessis? Susanna Duplessis? Was een slavenbaas die een borst eraf had gesneden van een slaaf. Dat kan ik me nog herinneren. En ze de man had opgediend. Precies. Ja, omdat die man... Jaloezie. Ja. Dat zijn de verhalen. Weet je waar haar grafsteen is? Nee. Tattoo? Geen flauw idee. Nee? In de hervormde kerk aan het kerkplein. Daar is een grafsteen. Kawina muziek kennen we allemaal hier in Suriname. Ja. Maar weet je hoe het ontstaan is? Ik heb een idee, maar ik weet niet zeker. Hoe is Kawina ontstaan? Ik denk dat het van generatie op generatie is gegaan sinds de slaven. Toen ze hun strijdliedjes en dingetjes deden. Hun plannen beraamden. Omtrent verzet en vluchten, et cetera. Zo communiceerde zij. Ja. Maar het hele verhaal weet ik niet echt. Ja, nee, maar zo is het ontstaan. Zo spraken ze met elkaar door middel van zang. Ken je osodresis? Waar is bospapaya goed voor? Buikpijn. En? Hoge bloeddruk. Oh ja. Hoge bloeddruk. Tegengetrokken van droge afgevallen bladeren tegen hoge bloeddruk. Erbal, geen politiek. Komt-ie, Odo nummer 1. Schudden met die sekseekjes als je het weet. Sekrepatu. No antrobi. Ma echare oso. Na tapu en baka.
Ik weet het niet. Ik denk dat het betekent dat als je problemen hebt en ergens naartoe gaat, je je problemen thuis laat in plaats van overal met je problemen. Dat is toch een leuke poging, Malika? Dat die persoon, die secret patto zeg maar, zijn problemen bij zich houdt en niet naar andere mensen gaat ermee, omdat ze geen ruzie willen. Dat wil zeggen mensen, degene die zichzelf kan helpen, heeft de beste bediening. Orde nummer 2. Zolang je nog kweli udo, spandri nosa fadong. Tattoo. Wie kaas moet de bal verwachten? Wie niet werkt, maakt geen fouten. Orde nummer 3. Taki reti. Ano asranti. Ik zou het zelf ook niet weten hoor, mensen. Ik weet het, denk ik. Deze hebben mensen mij gezegd. Taki reti ano asranti. Hoe zeg je dat? Ik neem een voorbeeld aan mijn moeder bijvoorbeeld. Ik zeg altijd wanneer we ruzie hebben of wanneer we halen en trekken. Wanneer je gelijk hebt, ben je gelijk vrijpostig. Dat is het. De waarheid zeggen is geen brutaliteit. De waarheid zeggen is inderdaad... Waarin doet pijn, ja. Maar... Geen brutaliteit. Tangi fubung na koja. Stank voor dank. Stank voor dank, lieve mensen. Helemaal goed, ja, helemaal goed. We gaan er even uit, even naar de reclame en we zijn straks weer terug. Bar Dancing Sachmo is de meest trendy en populairste uitgaansgelegenheid in Paramaribo. Genieten op swing, R&B, ballads, Latin, souk, reggae en soul. Ook voor exclusieve feesten en bruiloften in en buiten onze terras. For music and much more, get it in Club Sachmo. Ik ben Shaquille de Vlug van Laurius Party Rental. Voor al jullie feesten weten jullie waar jullie moeten zijn. Laurius Party Rental. We hebben tafels, stoelen, tenten, warm houtbakjes, noem maar op. Voor alles dat je wil. Laurius Party Rental, dat is de. Geen politiek. Vraag 1. Wat bestudeert een meteoroloog? Het weer of het klimaat? Klimaat? Nee. Fout. Ja, ja, daar blijft er niks anders over. Nee, een klimatologie bestudeert het klimaat. Dus hij bestudeert het weer. Trick question was. Hoeveel maanden in een jaar hebben 31 dagen? Ja, je kent het. Ik wou net zeggen, zo kan je tellen. Ja. Ja? 8. 7. Je kijkt naar de knokkels, inderdaad. Die... Ja. Met de verkeerd hoor. Raadsel. Wie kan er hoger springen dan een berg? Wie kan er hoger springen dan een berg? Oeh. Een kleine berg. Ja. Tattoo? Iedereen toch? Een berg springt toch niet? Oh my gosh. Dat is toch? Wow. Oké, okay, hoeveel letters telt het alfabet? 26. Oh. 27, oh. Dacht ik. 10. A, L, B, E, oh my. H, A, E, T. Het alfabet. Ja.
weer gepakt. Oké, okay, we gaan nu naar... geen politiek. Het is tenslotte kerst, of bijna kerst. En deze gasten gaan... ze gaan een liedje horen. Het lied wordt gestopt. En dan moeten jullie het verder zingen. Ja? Oké. Okay. Tena so a yuru, you ben konfufuru. Tot daar ken ik. True, oh, oké. Okay. Wampu nyu yari wi de winsi a winsi pe ude mi kondre ma. That's it. Maar die kinders dus op de kerstliedjes voor z'n naam. Nog nooit gehoord. Geen politiek. Terug met lyricism. Ik ben de brug voor wat de heren missen. Noem maar een titel in rap en deze keren lissem. Hip-hop is kofap, rappers zijn stagiaires. Ik flow vast en duurder dan sofas met leren kussens. Heren listen, ik ben hip-hop. Dus noem legendes op en ik ben de beer ertussen. Je mag proberen dissen, vergeet een beker. Zoek maar een veger, want je gaat je teksten vele keren leren wissen. Malika, ik heb gehoord dat je ook kan zingen, dus... Dat is niet waar. Dat is echt een leug. Geen politiek. Ik wil nog meer verwachten van jou, Malika Tam. Van mij? Heel veel. Je moet gewoon eigenlijk mijn page in de gaten houden. Op Facebook, Malika Tam. Maar je kan me volgen via Black Doll Hairstyling. En Curaçao Dreadlocks en Braids. Ik weet dat er een aantal mensen zijn die mij volgen omdat ze me gewoon persoonlijk contacten en ik stel dat heel erg op prijs. En ik wil die mensen vooral, in het bijzonder, die andere mensen ook, gewoon op de hoogte houden. Blijf dat ding volgen, ik ben ook op Facebook, je kan gewoon tattoo zoeken, T-A-T-O-O, want de meeste mensen schrijven het met twee T's en dat is iemand anders, dat ben ik niet. Mamyo Music, dat is mijn home label voor mijn Mamyo lijn. En daar vind je alle informatie. Muziek komt sowieso weer overvloed volgend jaar. Een gelukkig nieuwjaar. Mijn goede voornemens. Ik doe nooit voornemens, omdat ja, ik hou me er toch niet echt aan. En is gewoon de volgende dag, 1 januari. Ik probeer gewoon alles elke dag beter te doen dan de vorige dag. Vrolijk kerst, gelukkig nieuwjaar. Ik hou van feestdagen. Omdat mensen heel erg geefs zijn en vroom en lief dan anders in het jaar. Isabi, verwen je mensen, wees lief voor elkaar en blijf mijn muziek volgen. Want volgend jaar kom ik met dit jaar al, maar volgend jaar wil ik sowieso weer, ik wil het bijna een bombardement noemen. Mijn voornemens, ik wil ten eerste meer tijd doorbrengen met mijn gezin. Ik wil voor mezelf een paar dingen, materialistische dingen aanschaffen die ik nodig heb om mijn muziek beter te kunnen maken. Mijn moeder vaker bezoeken. Beter contact leggen met mijn broers en zusters en zo, want het, naar mijn mening en mijn gevoel is het een beetje verwaterd. Ik heb weinig vrienden, maar ik moet ze ook vaker gaan bezoeken. Dus al die dingen wil ik doen in het nieuwe jaar. Merry Christmas and much love to everybody. Vrolijk kerst aan iedereen. I love you Suriname. En het beste in 2016. Radeloos. Ik wens alle Surinamers
alle Surinamers waar ze ook zijn. Als ze kijken naar dit programma, wens ik een vrolijk kerst en wat mooi sweet nieuwjaar. Ik ga jullie een tip geven. Elk jaar in december schrijf ik 10 dingen op. 10 doelen die ik wil bereiken het volgend jaar. Dan geef ik mezelf aan het eind van het jaar, geef ik mezelf een cijfer. Als ik 7 heb behaald, want ik probeer altijd een voldoende te scoren. Als ik 7 heb behaald, dan Ayari slaag. En ik hoop dat jullie dat advies nemen. Dus voor het eind van het jaar schrijf je 10 doelen op. En het heel jaar lang kan die bij Wagi, Bawa Osu, Mekwa Ching, Tikwa opleiding. Schrijf je dat allemaal netjes op, zodat je weet wat je doet en zodat je weet waar je naartoe gaat. Ik wil iedereen in Suriname een vrolijk kerst wensen. Wat sweet kerst net in de Bonjourjari. Ik wens u een gezegend kerstfeest toe en een gelukkig nieuwjaar. Mijn wens voor u en voor heel Suriname dat het goed gaat met ons land en natuurlijk ook met u. Ik wens de totale Surinaamse gemeenschap een vrolijk en gezegende kerst toe en een gelukkig nieuwjaar. Ik heb de hele Surinaamse samenleving een vrolijk kerst toe te wensen en een gezegend nieuwjaar. Vanuit Schuurman Advocaten wensen wij de hele samenleving een vrolijk kerst en het beste in 2016. Voor 2016 wil ik een volledig geautomatiseerd kantoor hebben. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat we zeker voor het eerste jaar met 30% dossiers minder doen, het tweede jaar met 60% en het derde jaar moeten we geen dossiers meer hebben. Fysieke dossiers, maar alles moet via het net gaan. Ik wil de mensen in Suriname allemaal fijne feestdagen toewensen. En blijf elkaar vooral positief benaderen. Lift elkaar op en dan komen we een heel eind met elkaar. Namens BMR, Beatmaster Records, wens ik alle Surinamers, mijn brada, mijn sa, mijn pa, mijn chivrada, een happy new year en een goede 2016. Lieve kijkers van Even Geen Politiek, ik wens jullie bezinningsvolle kerstdagen toe. Wees lief voor elkaar en maak deze kerst tot de beste ooit. Namens de Negres Sewing and Crafts Gallery, we zijn gevestigd aan de Mollystraat 28, Kasaba Olo. Samen met mijn studenten wens ik de hele Surinaamse gemeenschap en vooral ons bordurend, textielwerkend, vrouwen, heren. We wensen jullie allemaal een zalig uiteinde of prettige feestdagen, zalig uiteinde en een gelukkig nieuwjaar. Laten we samen onze bijdrage leveren om ons geliefd Suriname op te bouwen. We kunnen het. Als ik het kan, kan jij het ook. Laten we het samen doen. Merry Christmas en a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Ik wens u alle fijne feestdagen, een heel gelukkig nieuwjaar. Hou vreselijk veel van jezelf en van elkaar en dan komt het allemaal goed. Tot volgend jaar.